welkom bij het Provinciaal Domein. Vandaag zijn we hier te gast op de officiële opening van het Wereldhuis hier in Roeselare, dat vroeger het Provinciaal Noord-Zuidcentrum heette. En waarom onze provincie die naam precies veranderde, dat zullen we eens vragen aan onze gedeputeerde Jean de Betune. Gedeputeerde, ja, waarom heeft onze provincie ervoor gekozen om het Provinciaal Noord-Zuidcentrum te veranderen van naam in Wereldhuis? Waarom is dat? Als je kijkt naar de actualiteit, als je even de wereld vandaag bekijkt, dan is die clivage tussen Noord en Zuid zeer artificieel geworden. Iedereen ziet vandaag die vluchtelingenstroom. Iedereen ziet vandaag dat wij in een geglobaliseerde economische wereld opereren. Ja, en wat gebeurt er dan hier in dit Wereldhuis? De provincie West-Vlaanderen heeft altijd, en sinds 1971, dat is bijna 45 jaar terug, geprobeerd om die positieve krachten van solidariteit te groeperen, te motiveren. Vandaag passen we ons aan en gaan we zorgen dat dit huis ergens het trefpunt wordt waar alle geëngageerde mensen uit West-Vlaanderen en verder buiten elkaar kunnen ontmoeten. Om actie te ondernemen, om nieuwe projecten te steunen, om de kinderen, de jongere mensen, te confronteren met de realiteit elders in deze wereld. Om met andere woorden ervoor te zorgen dat wij een stukje bijdragen om van die jonge West-Vlamingen wereldburgers te maken. Ja, en over welke partners, over welke huispartners heeft u het dan? Wel, wij hebben verschillende partners en we staan trouwens zeer open. Het is een open huis, een huis dat iedereen die het goed meent met dat wereldburgerschap wil ontvangen. Maar uiteraard zijn de NGO's, 1111, Damiaan-actie en anderen hier actief. Met Studio Globo geven we hier concrete illustraties van wat er effectief gebeurt in andere contreien, waar jongeren hier in onze bevoorrechte contreien zelfs zich niet kunnen inbeelden hoe dat daaraan toe gaat. Maar we willen ook een actieve groep zijn waarbij dat wij investeren om jonge West-Vlamingen ook de kans te geven om ervaringen op te doen elders in de wereld. West-Vlaanderen moet een open provincie zijn. Oké, gedeputeerde. Zo meteen dan praten we verder. Maar u sprak al over 1111. Maar wij gaan eens praten met de directeur van 1111. En dat is Bogdan van den Bergen. Bogdan, samen met onze provincie, allerlei NGO's, hebben jullie Iedereen Mondiaal ontwikkeld. Wat is het precies? Well, Iedereen Mondiaal past eigenlijk heel goed bij dit Wereldhuis. We proberen samen met alle NGO's, of is de koepel van de NGO's, een aantal workshops aan te bieden, laagdrempeliger workshops aan te bieden, waarbij we nieuwe mensen kunnen bereiken over de Noord-Zuid-problematiek. En we doen dat samen met de provincie. En welke workshops zijn het dan precies? Wel, we zien er hier een aantal. Het gaat over bijvoorbeeld knap recycleren, waarbij men kleren recycleert, maar waarbij tegelijkertijd ook een stukje verteld wordt het verhaal van eerlijke kleren. Het is gewoon een klerencampagne. We hebben hier ook eerlijke chocolade, een proeverij eigenlijk. Men maakt chocolade, men proeft chocolade, maar tegelijkertijd vertellen we ook het verhaal van eerlijke handel en hoe dat cacaoboeren erop vooruit gaan dankzij die campagnes. Heel leuke workshops, waardoor je meer leert over Noord-Zuid. En vanaf 2016 zijn er ook twee nieuwe workshops. Ja, we gaan er nog ontwikkelen. Bijvoorbeeld wie kinderen heeft, kan een verjaardagsfeestje organiseren, waarbij we achtergrond geven bij verjaardag in verschillende culturen. En een andere die we gaan ontwikkelen is een GPS-workshop, met daarin ook de thema's waar de Noord-Zuidsector rond werkt. Het is een beetje avontuurlijker voor jongeren en mannelijkere deelnemers. En hoe belangrijk is die steun dan van onze provincie? Wel, ik denk dat het heel belangrijk is dat de provincie dit ondersteunt, want we kunnen die laagdrempeligheid ook tegen een lage prijs dan brengen. Je betaalt €50 voor een workshop, dat is eigenlijk heel weinig. Dat is dankzij vrijwilligers die zich mee inzetten, maar ook dankzij de steun van de provincie. En dus voor een beperkt bedrag kan je met een grote groep zo'n workshop organiseren. Ja, en wat er mij opvalt, is dat er minder en minder gesproken wordt over Noord-Zuid, maar wel over de wereld, ook minder over ontwikkeling, maar meer duurzaamheid. Hoe zit dat precies?
Wel, we zien dat de wereld kleiner en kleiner wordt. We zien het bijvoorbeeld, de vluchtelingen staan aan de deur. De wereld komt hier ook binnen. En de problemen waar we mee geconfronteerd worden in Noord en in Zuid, die trekken soms op elkaar. Als ik denk aan bijvoorbeeld ongelijkheid, die speelt hier en die speelt ginder. Als ik denk aan de klimaatproblematiek, die speelt natuurlijk heel hard in ontwikkelingslanden, maar die begint ook hier te spelen. En dus de oplossingen die we zullen moeten zoeken zijn niet meer het noorden helpt het zuiden, maar zal gemeenschappelijk met het zuiden moeten gezocht worden. Ja, oké. Okay. Heel fijn. Dank u wel, Bogdan. Graag gedaan. Adiós, vecina. Vámonos. Ja, onze provincie is natuurlijk volop bezig in de provincie West-Vlaanderen. Maar ik heb daar straks een kaart gezien. Ook buiten West-Vlaanderen in de wereld is onze provincie bezig. Ja, het moet duidelijk zijn dat de provincie West-Vlaanderen niet alleen met woorden die solidariteit beleeft, maar het ook met daden doet. En wij zijn bijzonder trots dat wij vandaag meer dan 1% van ons budget spenderen aan projecten in ontwikkelingslanden in het zuiden. Dit is niet onbelangrijk, maar in deze geglobaliseerde wereld willen we natuurlijk ook zorgen dat in het noorden de voldoende sensibilisatie is, dat we de jongeren en andere mensen daarmee confronteren en met andere woorden dat we een soort engagement losweken, waardoor dat wij een beweging kunnen ondersteunen om effectief iets te doen aan die problemen die zich meer en meer, niet alleen in het zuiden, maar ook globaal aan het stellen zijn. Ja, dus daarom dat die baseline van het Wereldhuis, namelijk absoluut. Provinciaal Forum voor Relaties met het Zuiden, dat die volledig klopt dan ook? Ja, ik denk dat de modernisering die we vandaag doorvoeren, het feit dat we die naam veranderen, dat wij het Wereldhuis zijn, dat we een campagne willen voeren, word wereldburger, dat dit echt klopt en dat we daar nagels met koppen slaan. Ja. Het is namelijk zo dat als je morgen iets wil betekenen, als je morgen een serieus engagement wil nemen in deze wereld, dan moet je openstaan voor wat er gebeurt ook buiten onze grenzen. En dat je goed bewust moet zijn dat die problemen, die vragen, die uitdagingen die buiten onze grenzen bestaan, dat die ook hier meer en meer aanwezig zullen zijn. En dus met andere woorden, die clivages, die scheidingen moeten we overtreffen, moeten we overroepen. En we moeten dus met andere woorden zo vroeg mogelijk de jongeren daarvoor sensibiliseren. En de provincie doet grote inspanningen. We spenderen een groot stuk van ons budget om dat mogelijk te maken. En we zullen op die lijn ook in de toekomst verder initiatieven ontwikkelen. Ja, en dat doen jullie dus door het ondersteunen van docenten, studenten, onderzoekers. Dat klopt toch? Wel, het is namelijk uniek dat wij niet alleen studenten, docenten, onderzoekers steunen. Wij doen dat in groeieconomieën, we doen dat in het zuiden, in ontwikkelingslanden. Wij proberen dus jonge West-Vlamingen, dynamische mensen, onderzoekers, een kans te geven om in goede omstandigheden ervaringen op te doen en ook een stukje, een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling in gebieden waar dat er problemen zijn. En meteen ook die kennis, die ervaring ook naar binnen te halen, ook in West-Vlaanderen te valoriseren. En wij doen dat met een reglement. Wij steunen ook financieel die mensen. En u kunt alle informatie vinden op onze website. Oké, dankjewel gedeputeerde. En veel succes nog. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein, die je natuurlijk kan herbekijken via westvlaanderen.tv. En wat je zeker eens moet doen, dat is de volgende tip. Interesse in een workshop Iedereen Mondiaal met jouw vriendenkring, familie of organisatie? Je hebt de keuze tussen een workshop knap recycleren of chocolade proeven. Wil je volgend academiejaar stage lopen, studeren, lesgeven of een onderzoek uitvoeren in een van de DAC-landen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een financiële ondersteuning door de provincie. Kom op donderdag 3 december naar de infoavond Go Abroad in Ho West.